Hallo. Zet hem neer. Ja. Hi, ik ben Leon. Hi, Suzanne. Sonja. Hi. Nou, dit is onze jury. Ja. Jij gaat pitchen, begrijp ik, dat je hier staat. Ja. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Dan is de jury helemaal voor jou. Oké. Beste jury, onze droom is van belang. Special Books gaat een prentenboekenreeks ontwerpen gericht op ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Dit is van belang om onderwerpen als ADHD, autisme en dyslexie op een kindvriendelijke en laagdrempelige manier te bespreken met jonge kinderen. De kinderen kunnen zich in deze reeks herkennen in de illustraties van de dieren en niet direct in de ontwikkelingsstoornis. Special Books is geschikt voor alle kinderen, ouders, hulpverleners, opvoeders, scholen en onderwijsinstellingen. We hebben een hoofdpersoon ontwikkeld, dat is Florien. Florien ontmoet in elk deel van het boek een ander vriendje. Ze leert de leuke kanten kennen van de vriendjes, maar helpt dan ook bij de problemen waar ze tegenaan lopen. Wij hopen dat onze droom ook van jullie belang wordt. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Ja. Even voor de helderheid, er zijn al boeken voor kinderen over gedragsstoornissen, maar het onderscheidende is dat het bij jullie dieren zijn die centraal staan. Ja, wij willen eigenlijk de karaktereigenschappen die naar voren komen bij ontwikkelingsstoornissen niet echt duidelijk benoemen van ik heb autisme, hè? Ik ben een kind en ik heb autisme. Maar echt, dat kinderen zich echt in de manier waarop de dieren zich gedragen, ja, dat ze zich daarin kunnen herkennen. Ja. Hebben jullie dit besproken, doorgesproken met scholen bijvoorbeeld? En wat vinden zij hiervan? Ze vinden het allemaal eigenlijk een heel goed idee. En ze merken zelf ook dat ze een deel missen hierin. Dus, en ook voornamelijk in het regulier onderwijs heb je nu ook het passend onderwijs. Hè, dat heel veel kinderen met ontwikkelingsstoornissen dus in de gewone school blijven. En ja, hiermee helpen we ook dus de leraren en ouders om ze een beetje meer bij de groep te betrekken, zeg maar. Hoe ga je het boek uitgeven? Ja, daar zijn we nu op dit moment eigenlijk nog aan het onderzoeken wat de meest ideale manier is om het te gaan uitgeven. Om het zelf te doen of bij een uitgever. Maar het is voor ons eigenlijk, we willen gewoon heel graag dat het op de juiste manier wordt uitgegeven. En dat het niet op die andere boeken gaat lijken die er al op de markt zijn. Ja. Wat mij erg aanspreekt, jullie beginnen letterlijk met onze droom. Dat vind ik altijd mooi, hè? Daar mee komt jullie passie, jullie betrokkenheid met kinderen, met leerstoornissen. Mm-hmm. Dat komt er gewoon heel goed uit. Ja. Maar je loopt daarmee ook vaak het risico dat je dan een soort van dure hobby gaat ontwikkelen. Ja. Hoe ga je nou zorgen dat jullie wel echt business gaan maken? Nou, door eigenlijk de prijs-kwaliteit verhouding gewoon goed te krijgen. En ook gewoon, we willen gewoon echt professioneel dit product op de markt zetten. Ja. En ook door de uitbreiding toch ook van de knuffels. Ja, je ziet zelf ook in de winkels met prentenboeken met knuffels. Die worden ook nog allemaal apart verkocht. En daar proberen we het dan ook nog mee uit te breiden. Ja. Er zijn 6000 scholen. Hè? Dus gaan jullie allebei die 6000 scholen dan af om die mensen allemaal enthousiast te krijgen? Nee, er zijn schoolbesturen. En als je een schoolbestuur aanspreekt, spreken bijvoorbeeld 30 scholen tegelijk aan. Mm-hmm. Dus als je hier in Zuid-Limburg begint, en dan kan je dat steeds uitbreiden per schoolbestuur. Mm-hmm. Als een schoolbestuur daar geen interesse in heeft, dan kun je natuurlijk wel ervoor gaan kiezen om toch scholen apart aan te spreken. Ja. Want iedere school mag natuurlijk wel zelf weten wat ze aanschaffen. Dank jullie wel. Ja, bedankt. De jury gaat in beraad. Zo, en hoe ging het? Ja, goed. Ja, de pitch verliep goed en we wisten overal antwoord op te geven. Ja, voor mijn gevoel heel goed. Hè. Waarom zouden jullie moeten winnen? Omdat wij de kinderen, we zijn gericht op eigen maatschappelijk probleem. En wij proberen dat op deze manier op te lossen. Ja. Voor de toekomst eigenlijk, hè, de kinderen. Dus, ja. Enthousiaste dames. Ja, absoluut. Gepassioneerd. Ja. Ja. En waarschijnlijk ook wel een product. Ik heb geen idee of scholen budget hebben voor dit soort dingen. Maar anders kan ik me voorstellen dat het best... dat er best behoefte aan is aan, aan producten zoals dit. Maar ik ken uit ervaring dat de school is een snoeiharde industrie. Ja. En ja. Ik vraag me af of de dames niet een beetje te lief zijn om daar zeg maar harde sales te doen, want daar gaat het toch om. Maar daarom hebben ze ook echt een uitgever nodig, want alleen gaan ze dat natuurlijk niet. Je zou het via een uitgever moeten doen, alleen dan is de vraag of je nog wat verdient. Ja. En ik denk dat er heel veel jongetjes last hebben van ADHD bijvoorbeeld. En die vallen niet op vlinders, weet ik uit ervaring. Hmm. Dus ik denk dat daar ook nog... dat daar nog wel wat sturing in nodig is.